Nee, ik ben uit de tank! Nee! Welkom allemaal jongens, we hebben een nieuwe Resident Evil Village aflevering. Het is eindelijk weer zover. Ik weet het, ik heb een lange tijd niet geüpload. Eerst was ik op vakantie en daarna had ik het druk. En zo kan ik nogal wat excuses opnoemen, maar daar zitten jullie helemaal niet op te wachten. Jullie zitten erop te wachten dat ik gewoon weer verder ga met Resident Evil. Dus heb je daar nou lang op gewacht en heb je er zin in, doe dan zeker weten een duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen. Hetgeen waar wij nou zijn geëindigd is dat we daarheen gingen volgens mij. Daar hebben we toen die deur geopend. En ik heb toen het vermoeden gekregen, omdat ik daar ook heel veel loot kon vinden en zo, dat wij gaan vechten met Heisenberg. Dat denk ik gewoon. Er stond ook net toen ik mijn save game inladen stond. Toen ik mijn save game inladen stond er Escape the Factory. Hier hebben we toen heel veel geloot. Je ziet ook dat het allemaal blauw is. Hetgeen waar wij zo meteen heen gaan is dit gedeelte. En uiteindelijk komen we dan in de cargo bay. Maar ik ben ook wel een beetje klaar met die factory. Eigenlijk wil ik ook wel heel graag weg hier. Alleen het gaat gewoon one big ass fight worden. Dus eigenlijk is de reden dat ik zo lang niet heb geüpload. Is gewoon dat ik scared as hell ben voor deze shies. Ik weet dat er nog zo'n gast met een propeller op zijn pauperd rondloopt. En die wil me al de hele tijd killen. Dus hem de hele tijd nog niet gelukt. Oké, let's go. Kom op. Wacht trouwens. Hij spawnt nog heel veel erin. Nee, ik kan niks craften zoals jullie kunnen zien. Dus oké. Good luck, Roy. Good luck. Thank you. Hier kunnen we niks looten. Deurtje open. Het staat op instortingsgevaar. Lijkt het. Hey! Zie je! What the hell, man? Waar moet ik heen? Oh no. This is not good, man. This is not good. Hey, buddy. Oh. That hurt it like a bitch. Oh, ik moet hem nu killen. Maar hoe dan? Oh, dit is dus de boss fight. Ah, daar, op je rug. Oké, ik zag hem. Ja. Een beetje laat alleen. Oh. Op je rug is dus de plek die ik wil raken, zeg maar. Ja, oké. Oh, ik dacht heel veel dat hij gone was. Hadden jullie dat ook? Hey, buddy. Propeller man. Oh. We noemen hem gewoon Propeller man, oké? Okay? Ja, die voelde je, hè? Oh. Overdrive. Oh, man. Wat de hel, ineens kan je vuur spuwen en jijs? Man, you are a strong cast man. You are a strong cast man. Oh, je loopt jezelf wel weer helemaal vast. Waar ben je nou? Propeller man. Where you are, propeller man. Oh, there you are, propeller man. Oh man, hij gaat een vuur spuwen of zo, is het zover? Yep. En het vervelende is dat alles dan ook in de fik blijft staan. Dat vind ik wel jammer eraan. Oh, propeller man. Zie je, het blijft in de fik staan, dus. Auwe. Je bent echt helemaal in de war, jij. Wow! Fuck me, man. Doe eens even normaal, joh. Beunaas. Ja, ik noem niet een beunaas, ja, dat hoorde je goed. Bui. Ja, dan is zo'n hoge fire rate toch wel fijn, hè? Kom maar, propeller man. To be honest, is deze boss fight tot nu toe best wel makkelijk. Het is heel makkelijk om te begrijpen wat je moet doen. Misschien wel de makkelijkste boss fight tot nu toe. Shit. There you go, man. Oh, dan ga je weer vuur spuwen, right? Yep, that's the. Oh no. Wow! Die zag er niet aankomen, hè, maat? Retor, loop maar weer een muur in. Oh, daar ben je. Oh, hij gaat vuur spuwen. Oh, nu wordt hij wel een beetje mad. Hij wordt mad. Ik heb het idee dat hij mad wordt. Oké, kom maar.
Leetor. Oh, ik ben je kwijt. Oké. Okay. Wow. Hij wordt helemaal gek. Calm down, propeller man. Wat tel. Ga eens een keer stuk, ouwe. Dat is wel lijp in deze boss fight. Hij heeft een AP, joh. Niet normaal. Ja. Oh, man. Oh, er staat ook echt alles in de fik hier, al. Oh. Alles staat hier in de fik, gek. Oh! Hey! Fuck! Kut. Ik kan ook niks meer. Oh, ik ben zo close. Je gaat me niet vertellen dat dit nu dan het einde is. Recover, my man. Ik kan niet rennen. Ik ben nu slow met shit. Oh, Ethan, jongen. Jij beunhaas. Wat heb ik gevonden? Een mine weer. Oh, mijn god, ouwe. Ik ben zo slow nu. Ja, dit helpt dan ook niet echt mee natuurlijk. Hey! Klaar. Oh, maat. Ik heb gewoon te weinig van die healing meuk, man. Ik had er maar één op zak. Oh, jezus. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Goed, jongens. Ik heb gecheckt bij Hollebolle Gijs. Maar hij verkoopt ook gewoon letterlijk niet van die health dingen. Dus het schiet gewoon niet op. Ik heb er maar één op zak. En dat is het. Daar is hij. Tot ziens. Ik wist dat hij daar ergens zou komen. Hier. Kom maar hierin lopen, dan ben je gelijk klaar. Dan moet ik daarna wel even langs je komen. Please. Kom op. Ik weet als ik nu de hoek omloop, dan kom jij weer, weet je. Oké, lekker. Nu heb ik er in ieder geval nog één op zak. Wat was dat? Ik vond iets. Geen idee wat. Ja, we weten nu wel wat we moeten doen. Dat is fijn. Dat is wel chill. Oké. Surprise, motherfucker. Dolf. Hij is in mijn mine gelopen. Misschien met de shotgun, dat ik dan maar kan schieten. Wat sterker. Kom maar. Yep. There you go, dat is goede damage. Ga ik vuur spuwen. Ja. Yeah. Kijk, moet die healing die ik heb. Hoe kan dit? Ik wilde nog zeggen, ik moet de healing die ik heb zo lang mogelijk op zak zien te houden. Maar dat wordt er nu dus al niet meer. Hij wordt nu helemaal gek. Dat is beter, hij sloopt de hele ruimte. Beter. Vuur. Oh, jongens. Helemaal gek ook gewoon. Oh, dat vuur is ook echt irritant, ouwe. Oké. Oké. Gewoon niks meer nu. Er ligt nog van alles in deze ruimte, dat wel. Meestal als ik de loop moet geloven. Wow. Shock me echt de pauper, ouwe. Ja, vuur. Ik weet niet of dat damage deed. Ik ben hem kwijt, daar is hij.
probeer gewoon overal om me heen nu op kruis te drukken om in de hoop om wat loot te krijgen, wil ik zeggen. Oké, wat wel fijn is, de hele ruimte is nu open. Dat is serieus heel chill. Nou, ik kan alleen nog steeds niet healen, terwijl ik wel echt bijna een dead man ben. Ergens is deze end boss wel, heel funny. Die gewoon zo lomp heen en weer een beetje rent. Oké. Dan gaat hij weer vuur erop gooien. Lipo. Oh man. Echt, ga een keer kapot houden. Ik heb ook gewoon geen kogels meer. Het is allemaal helemaal zaad dit. En ik heb blijkbaar nog steeds niet alles geloot hier. Maar waar het dan allemaal ligt, ook geen idee van. Oh man. Oeh! Gewoon heel snel ineens. Moeten we gewoon voor me houden, dat ik in ieder geval weet waar die is de hele tijd. Oh, vuur. Oké. Kogels, nice. Okay, ik ben nu best wel een beetje gecornerd, to be honest. Mine. Op het nippertje. Op het nippertje. Hebben we hem. Geen healing. Ik heb helemaal niks. Helemaal niks. Wauw. Wauw. Oh mijn god. Wow. Wat gaf deze boss fight me uiteindelijk toch wel heel veel stress. Dat vuur, man. Dat vuur was killing. Echt. Geef me eens. Wat de. Oeh. Dat was toch zo'n heal ding of niet? Oh, campfloed was het alleen. Heb ik nog een herb nodig. Jongen, echt. Je vindt die meuk echt te weinig. En bij die hollebolle grijs kan je dit maar eentje kopen. Dat schiet dus ook niet op. Dus dat is wel echt het probleem waar ik de hele tijd achteraan aan het lopen ben. Dat is wel echt super annoying. Kijk, we hebben hier blijkbaar loot. Als ik voor mijn gevoel had ik nu weer net even iets te snel. Of ik wil iets te snel gaan. Wat is dit? Een sigaar, oké. Okay. Miranda is abominable. Where the seed knows no bounds. Oké. Okay. Oké. Okay. Het ging ook nog over Rose, maar het was niet heel boeiend volgens mij. We hebben nu alles gehad hier. Oké. Okay. Dacht al, mis ik nou nog loot? Dat kan toch niet? Nou. Prima. Ja, als je hier naar beneden springt, dan wordt het zeker een Heisenberg fight. Want die moeten we sowieso nog een moment gaan fighten. En die zal wel boos zijn dat ik zijn strongest boy heb gekillt. Boom. Rusted scrap.
Niet wat ik zoek, boys. Niet wat ik zoek. Kan er ook gewoon helemaal niks mee. Ik ben gewoon op. Ik ben gewoon op. Ik heb stuff nodig, jongens. I need stuff. Metal scrap. Ook niet wat ik zoek. Oké, okay, we kunnen hier wel naar boven klimmen. We hebben hier alle loot. Here we go. Oké, okay, voorzichtig inderdaad, Even. Voorzichtig. In het bakkie. Hoppa, hendeltje. Hendeltje. Geen bullets meer. Geen healing. Ik hoop niet dat we nu serieus moeten fighten tegen Heisenberg. Want dan... Ik heb letterlijk niks. Ik heb niks om van hem te winnen. Literally nothing. Maar goed. Oké, okay, we zijn nu in een soort van stal. Hier ben ik blijkbaar al geweest. Want het is helemaal blauw. Of er is gewoon geen loot. In the first place al. Oh jee. Heisenberg, we zijn friends, right? Ja, dit is Heisenberg, hij is er. He's here. Alleen Heisenberg kan dat namelijk. Al die metal shit. Nu pakt hij me weer helemaal in met metaal. Ja. Dit kan alleen Heisenberg. Zo heeft hij me toen in eerste instantie ook. Ja. Zie je? Je bent persistent. Maar ik heb een rebellie. Dus stay out of my way. Dit gaat natuurlijk helemaal geen zin hebben. Ik moet nu serieus gaan fighten tegen Heisenberg met mijn loot. Even. Laat hem maar even. We're not ready, man. Echt totaal niet ready, zeg maar. Not even close. Not even close ready. Oké? Okay? Laat Heisenberg maar even voor wat het is. Hij is nu ook echt een lijp monster en zo. Hè? Wij zonder ammo. Zo. Hoe heet het ook weer? Westfield, Remfield, Redfield, Redfield, Redfield. You are in the way. Redfield. What do you care, Chris? Chris Redfield. You killed my wife, you son of a bitch. You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Hij heeft Mia niet gekild? What the hell is going on? All right, Ethan. What? I guess I owe you an explanation. Yeah. Hand me that wrench. Wat? Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go. Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter.
You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. No way, ouwe. Ga ik nu samen met Redfield. I'm here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. Whoa. And when I find Miranda. What? She's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this and do me a favor. Try to stay under the radar. Can't turn back now. Whoa, ouwe. Holy damn. Dus Miranda, die heeft Mia vermoord. En die was bang dat ik erachter kwam. Die kan een hele eigen wereld creëren. Het is nog even vaag voor mij hoor. Ik moet de puzzelstukjes nog een beetje op zijn plek leggen. Maar het komt er in ieder geval op neer dat die Redfield nog steeds een good guy is. Right? Dat neem ik aan. Hier moeten we niet heen. Wauw, het is hey, kijk, stop. Daar hou ik altijd van, hè. Ik kan 7, I like that. Goed, er is hier nog stuff wat ik kan looten. Dus kijk. Jongen, zeg. Een herpo. Kijk, dan kan ik er nog een maken. Finally, ze geven eindelijk materials, hè. Nice. Ze geven me spul waarmee ik wat kan. Oké, hier heb ik nu blijkbaar alles. Prima. Gaan we in de lift. Wat beweegt er? Verbeeld ik het me. Ik kan hier ook gewoon niks. Moet er gewoon met die lift kunnen. Zou je zeggen. Hè? Wat zie ik nou over het hoofd dan? Moet ik die machine gebruiken, proberen ofzo? Oh, kijk, hier. Kijk, moet die met... Oh, mijn god. Moet ik met deze machine... in de lift? Kan ik erin? In de machine? No way. Metal polymer composite, huh? No way. Time to fight fire. No way. Wow, dat is epic, ouwe. Dat meen je niet. I'm coming, boys. Oh, mijn god. Oké, dus dit is Hold Ready Cannon. Fire Cannon met... Oké, en zo kunnen we onszelf verdedigen tegen dingen. En dit. Ja. En als je dus zo doet en dan zo, dan schiet je een raket. Wow. What? Wow, ouwe. Oké. Wat de hel heeft dit spel denk ik voor wending, gast. Wat goed. Dit vind ik zo lijp. Ongekend. Dit is helemaal mijn ding. Dit is helemaal mijn ding, ouwe. Met een tank voel ik me ook een stuk veiliger. Wow. Oké, ik ben echt even blown away van deze game. Ik hoop niet dat die tank al heel snel stuk gaat of zo. Ik hoop echt dat je hiermee letterlijk het scheisje kan finishen. Dat zou ik echt heel sick vinden. Goed. Oh, you can probably get blast the gate open. Well, let's do that then. There you go, man. There you go. Let's go, boy. What's up, boy? What's up, boy? What's up, boy? Okay. Oh, that is well fine. Daar moet op schieten. Daar moet op schieten. There we go. Oké, nu krijgt hij een soort van bal. There you go. Yep, that one hurt, right? I know, man. There you go. Ja, maar ze hebben een lijpapparaat gemaakt, gek. Oh, daar moet je op schieten, op die armen. Oké, dat is duidelijk nu. Oké,
die armen schieten, ja, ja. Hoppakee. Hier nog. Daar. Net op tijd. There we go, man. Beetje afstand houden, Iceberg. Beetje afstand houden, buddy. There we go. Miste ik nou serieus? Oh wow. Dat is wel een beetje zonde. Is kapot! Are you ruined already, my dude? I'm just getting started, man. I'm just getting started. Oh, okay, dat is wel een beetje naar. Oh. Oh. Boom! Nee, ik ben uit de tank! Nee! Oh, 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 oh. Nee, maat, is mijn tank nu kapot? Oh mijn god, dit was dus mijn worst nightmare, hè? Dit was mijn worst nightmare. Ik wilde gewoon niet uit de tank. But guess what, guys? It happened. Oh mijn god. Oh, hier kan ik geen mines leggen. Right. Just give up. Ik heb, to be honest, ook geen idee waar ik op moet schieten ofzo. Oh, op je hoofd. Op je hoofd, right? Nee. Waar is je hoofd? Ik zie je hoofd niet. Je hoofd is goed verstopt, ouwe. Of ik heb gewoon geen idee wat ik moet doen. I don't know, man. Ah, like that. Okay. Wow. Oké. Okay. Fine. Ik rip mijn tank, man. Echt gaar van mijn tank, legit. Ik echt gaar. Oh my days. Wel, man. What the hell, man. Having fun? Waar moet ik op schieten? Meestal snap ik die boss fights wel vrij snel, maar nu. Daar. Oh no my dude. Ooh. Boom. Having fun? Well, niet echt, maat. Ik zeg het je eerlijk. Ik vind het best als we even overslaan. Zou ik niet heel erg vinden op zich. Ben je dood? Ben je kapot? Are you dead, bro? Are you dead? He's not dead. Hmm.
Dit hoort erbij. Hoort erbij. Cutscene. Dat is goed. Dan schiet ik je recht in je bek. Of niet? Zo, dit is lijp, hè? Oh, dat is die tank. Dat is de tank. Get in the tank. Nee, joh. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Wow. This can't be the end for me. I must kill her. What? Yo, wat sick, gek. Wat sick. Holy damn. Holy damn, man. Wow. Alpha. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Holy damn. Right there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Is Knapsaker. It's a trick, yeah, it's a trick. Mia? Elke trick. Our child. She's so important, isn't she? Oh man, she's everything to me. Scary as hell. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Mother Miranda. Oh. Enough. Remember Evelyn and her power over them all? Evelyn. Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Oh, was it because zij is ook dat omaatje? There's no way. Special case. But is I've learned all omaatje? I can. Your worth as a lab rat has run out. Miranda, you coward. Come out and face me. Don't worry. You're dead. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. Daar ging mijn hart. Ethan is nu dood. I've waited so long. But dreams really can come true. Ethan is dood. I can't wait to see my true child. Ethan. Ethan is dood. What? Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your story. Kippenvel. And I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us.
but the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. Oh my god. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? Whoa. All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. En nu moet ik zeker als Chris moet ik het finishen. Wow, morgen. So BSAA got here already. In graphics town. Waste any time. Mission adjustment? No, it doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? What? But recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turn herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Wow. Wow. Holy damn, man. Holy damn. Oh, man. Hey, Alpha. Look at this. The SAA. They've gone too far. Yep. They done. Christ. Oh. Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. Got your back, boss. Let's get to work. Whoa. Everyone watch for hostile. Whoa, our. Roger. Jesus. Ik ga jullie iets aandoen wat ik eigenlijk niet mag doen. Ik mag dit eigenlijk niet doen. Omdat ik zo lang geen Resident Evil heb geüpload. Maar dit einde gaan we wel bewaren voor een andere video. Anders wordt deze video misschien te lang. Ik heb geen idee hoe lang het einde duurt. Of hoe lang het einde is. Hoe lang het duurt. Nee, dat klopt wel. Geen idee. Voor hetzelfde geld duurt het een half uur om het uit te spelen. En dan is het zonde om het nu allemaal in één video te gooien. Ik beloof jullie dat het einde van Resident Evil heel snel gaat komen. Omdat ik het zelf ook heel graag wil spelen. Alright? Neem het alsjeblieft van me aan. Er gaat heel snel een nieuwe video online komen waarin ik het einde ga spelen. Voor nu moet ik het ook gewoon even allemaal verwerken. Ik vind het wel heel veel allemaal. Ethan Winters is dood gegaan. Mia, waarvan ik altijd dacht gewoon dat het mijn Mia was. Was dus altijd Miranda. Rose is dus blijkbaar een heel speciaal kind. En daar, die wil zij, omdat het iets te maken heeft met Evelyn. Met de mold van Evelyn. Het is allemaal best wel een ingewikkeld verhaal. Maar heel lijp. Mia was dus niet Mia. Dat was altijd Miranda. Toen heeft Chris Redfield dus als speciale missie. Hebben ze Mia uitgeschakeld. Tenminste eigenlijk dus Mother Miranda. Alleen daarmee was Mother Miranda niet dood. Die is gewoon verder gaan leven. Hoe precies weet ik niet. Misschien via Rose of zo. Of... misschien dat ze inderdaad Ethan heeft geïnfect. Mij dus. Hoe dan ook. Fucking lijp. Echt next level lijp. En ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat. Beste kijkers, voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken naar deze Resident Evil Village aflevering. Vond je hem nou vet? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog natuurlijk. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En dan zie ik je ook morgen om 4:30 terug bij een nieuwe video. En heel snel weer bij een nieuwe Resident Evil Village aflevering. Waarin we dan het einde gaan spelen. Later. We'll be right back.